leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je mijn veel producten van september en oktober laten zien. Ik heb het mandje erbij gepakt. Het valt op zich nog wel mee wat erin zit, maar er waren toch wel weer een aantal producten waar ik zelf niet enthousiast van werd. Dus mocht je benieuwd zijn naar de producten die ik zelf niet fijn vond, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin even met een gezichtspalette van de Jungle Book collectie van Catrice. En dat is deze. Ik heb twee palettes getest hiervan. En ik moet zeggen, ik vond de ene heel fijn en deze vond ik niet fijn. Deze heeft de naam 010. Tales About the Jungle. En het is wel een heel mooi palette, want hij is heel mooi vormgegeven. En gemaakt van karton. Op de achterkant zie je de producten die erin zitten. In het palette zit een highlight, een blush, contour en een bronzer. Aan de binnenkant zit een spiegel. Het is allemaal heel leuk vormgegeven. Er zitten hele mooie afbeeldingen in. En ja, het ziet er gewoon allemaal super mooi uit. Alleen de uitwerking vond ik echt heel middelmatig. Ja, ik vond eigenlijk de pigmentatie gewoon heel erg tegenvallen van dit palette. Ik zal gelijk eventjes de kleurtjes swatchen, zodat je ook weet waar ik het over heb. Dit is het. Ik hoop dat je het een beetje kunt zien. Je ziet die bronzer zie je nog wel een beetje, maar die blush en highlighter die vallen echt heel erg weg. Maar ook vond ik de bronzer op mijn gezicht er eigenlijk gewoon niet uitspringen. Ik hou ervan als een bronzer er wel een beetje uitspringt. Want ik vind, ik steek altijd best wel veel werk zeg maar in het contouren van mijn gezicht. Dus ik vind ook dat je dat wel mag zien. Maar dat was met dit palette gewoon niet aan de orde. Dus ondanks dat hij er heel mooi uitziet, vond ik de pigmentatie heel erg tegenvallen. En ik was ook eigenlijk wel een beetje teleurgesteld. Want het zijn op zich best wel dure palettes. Ik heb hem dan toevallig wel in de uitverkoop gekocht. Dus dan viel het nog wel mee. Maar als je hem gewoon koopt als hij net in de winkel ligt voor de verkoopprijs, is hij natuurlijk best wel duur. En als hij dan zo tegenvalt, dan vind ik het ja, toch wel echt een miskoop. Dus deze was ik niet enthousiast over. Dan heb ik van Essence, van de Hello Good Stuff lijn, een SOS Anti-Spot Gel. Dat is deze. Hij komt in een doosje. Ik zal hem er ook even uithalen. Dit is zo'n product. Die is voor 96% gemaakt van natuurlijke ingrediënten. Wat hartstikke leuk is. Of fijn eigenlijk. Dan is dit het tubetje. Daar zit het product dus in. Ik hoef hem verder eigenlijk niet aan te brengen te swatchen. Want het is gewoon een transparante gel. Heeft een kleine opening waar het uitkomt. Ik heb het nu ook lekker al aan mijn vinger zitten. Want er loopt gewoon iets uit, merk ik. Even afvegen, want dat vind ik niet heel fantastisch. Maar het is dus zo'n product wat je dus aanbrengt op je onzuiverheden, op je buisjes. Die moet je elke dag 2 tot 4 uur plaatselijk een dun laagje aanbrengen. En dat mag dus 4 keer per dag. Maar er moet dus 2 uur tussen zitten voor je dit doet. Ik heb dat gedaan en er gebeurde niks met mijn onzuiverheden. Hij zou hierdoor wat sneller ook uitdrogen en wat sneller minder zichtbaar zijn. Maar er gebeurde gewoon helemaal niks. Dit is ook wel een van de eerste producten die ik niet zo fijn vind uit die Hello Good Stuff lijn. Want over het algemeen ben ik er heel erg enthousiast over. Er zit salicylic acid in en mint oil. En ook nog zink. Hij zou ook zeg maar de huid wat verkoelen en daar merkte ik dus helemaal niks van. Dus nee, deze die vond ik zeker geen aanrader. Het is heel erg leuk bedacht. Ik denk ook vooral als je jong bent en je hebt er heel veel last van en het had gewerkt, was het fantastisch geweest. Maar bij mij deed het letterlijk niks. Dus deze vond ik niet echt fantastisch. Dan heb ik van Catrice een Stay Natural Brow Stick. En deze zou waterproof zijn. Ik heb hem in de kleur 030 Soft Dark Brown. Dat is deze. Dit is dus eigenlijk gewoon zo'n product voor de wenkbrauwen die je aan kunt brengen. Dit is zo'n stick die je omhoog draait. En dan ziet het er zo uit. Ik ga hem eventjes aanbrengen.
nou, dit is hem. Dit is het. En dat viel mij een beetje tegen, want ik vond het er niet zo heel mooi uitzien. Hij belooft dan ook echt alle plekjes op te vullen in je wenkbrauwen. Maar ik had dit aangebracht en er bleven bij mij best wel wat witte plekken over. Die ik ook niet gedekt kreeg met de stick. En dat vond ik gewoon niet mooi. Met mijn poeder kan ik alles altijd dekken. En ik dacht, nou, als zo'n stick werkt is dat ook fantastisch. Maar het doet gewoon letterlijk niet genoeg. Mijn wenkbrauwen krijgen licht kleur. Maar het is niet voldoende dat mijn wenkbrauwen helemaal dekkend worden. Dus daarom vind ik hem zeker niet fijn. Zou ik hem ook niet kunnen aanraden. Dan heb ik van Essence een gel nail color. Dit zijn dus van die nagellakjes die dus eigenlijk een gel finish zouden hebben zonder dat je een lamp hoeft te gebruiken. En dit is de kleur 53 Power to the Sunflower. Het is een gele kleur. Het ziet er allemaal heel erg leuk uit. Heeft ook een vrij basic kwastje. Ik heb deze gekocht in een set van de Pride collectie. Stelt hij dit scherp? Ik weet het niet. Dan had je een aantal nagellakjes voor een leuke prijs. Dus dat heb ik gedaan. En de andere kleuren vind ik heel fijn. Maar deze dus toch weer niet. Het is een gele kleur. En wat het probleem is met geel, je brengt het aan. De dekking is op zich... Ja, het kan er wel mee door eigenlijk. Maar dan breng je het aan en dan doe ik nog een laagje en hij wordt heel streperig. Hij droogt heel streperig op, waardoor je hele lelijke strepen in je nagellak krijgt. Ik weet het niet. Ik heb dat altijd met geel. Op de een of andere manier werkt gele nagellak niet bij mij, omdat het altijd zo streperig opdroogt. En dat vind ik gewoon echt heel naar. Ik vind dat gewoon niet mooi. Dus daarom vind ik de kleur ook gewoon niet fantastisch. De pigmentatie is prima, maar gewoon het opdrogen... dat streperige vind ik niet mooi. Dus nee, daarom zou ik deze zeker niet aanraden. Hij zit wel in het vaste assortiment van Essence. Maar ik vond het geen beste kleur, zeg maar. Dan heb ik van Catrice 3 pH Reacting Lip Glazes. Deze komen uit de Metaface collectie. En hier heb ik een uitgebreide video over opgenomen. Ik kan daarvan de link nog even in de beschrijving zetten, mocht je daar nieuwsgierig naar zijn. Ik heb hem in de kleur C01 Virtual Kiss. Dat is deze. Dan hebben we hier C02 Digital Universe. Die. En C03 Meta Glaze. Dit zijn dus producten die dus weer reageren op de pH-waarde van je lippen. En allereerst de applicator. Die is verschrikkelijk, want het is van een soort glas, kunststofachtig iets. Ik zal deze kleur swatch ik even, want je ziet het verder niet. Want op mijn hand zit natuurlijk niet echt pigment, maar ze hebben dus een roze gloed komt er vanaf. Nou ja, ik zie het nu eigenlijk toch wel. Dan kan ik die andere kleuren er nog wel even naast doen. Het resultaat was echt wel heel mooi. Je zag echt wel de kleur ervan afkomen. Maar waarom heb ik ze er dan toch bij gedaan dat ik ze niet fijn vond? Nou, dat zal ik je vertellen. Er komt me een geur van af. Ik weet het niet. Daar word ik echt niet blij van. Ik heb ze hier nog even alle drie naast elkaar gedaan. Je ziet eigenlijk dat het niet heel veel verschil heeft qua kleur. Op de lippen zijn ze intenser, omdat de pH-waarde daar natuurlijk zit. Maar net wat ik zeg, het zat er hartstikke mooi uit. Het was echt een hartstikke mooi resultaat. Ik kreeg er ook een compliment over toen ik het droeg. Maar die geur... Ik weet het niet. Ik kan hem niet omschrijven. Het heeft zo'n onaangename geur. En dan had ik het aangebracht en dan belandde daar weer wat van in mijn mond. Waardoor ik die hele smaak in mijn mond had. En ik dacht, jakkes. Ja, jammer. Maar daardoor vind ik ze gewoon niet fijn. Vanwege die geur. Want het ziet er hartstikke mooi uit. En die applicator vind ik ook 10 keer niks. Omdat het een soort van glas is. Dus het brengt ook niet lekker aan. Zitten scherpe randjes aan. Nee, ik vond ze niet fantastisch. Ja, kleur prachtig. Maar de geur en de applicatie, dat was echt 10 keer niks. Dus nee, geen topper als je het mij vraagt. Dan heb ik een nagellakje van de Revolution X Fortnite collectie. Deze komt uit het Cuddle Leader Team. En dit is een heel leuk kleurtje. Het is een hartstikke leuk kleurtje. Het
Het is een schattig nagellakje. Basic applicator, hartstikke prima. Echt waar jongens, ik had deze aangebracht en ik doe altijd op zondagavond doe ik mijn nagels. En ik had op maandag al gewoon chips, zonder dat ik dingen had gedaan. Hij sleet er zo keihard af dat ik dacht van, wat is dit? Weet je, het kleurtje is hartstikke leuk en het potje ziet er ook schattig uit met dat logootje wat je herkent uit Fortnite. Maar zo slecht. Ik had hier meer van verwacht. Het was wel de eerste keer dat ik een nagellak gebruikte van Revolution. Maar ik had hier gewoon meer van verwacht. En ik vond het zo slecht. Gewoon zo snel slijten. Ik bedoel, ik ben het gewend dat goedkope nagellak snel slijt. Maar dit was wel echt het toppunt dat het ook eraf sleet als je gewoon nog niks had gedaan. Dus nee, echt een heel slecht lakje. Dan heb ik van Essence nog een product uit de Melting for Ice Cream collectie. Ook hier heb ik een video van over opgenomen. Ook daarvan zal ik de link nog even in de beschrijving zetten. En ik heb hier de, ja, eigenlijk de hele schattige lippenbalsem. Die de naam, ja, ga ik dat kunnen lezen? Live in the Sweet Corner heeft gekregen. Nou, hartstikke leuk. Het ziet er ook zo schattig uit, want het is een ijsje. Ik vond het qua verpakking de topper van de collectie. Maar hij ruikt ook wel heel lekker aardbei. Alsof je aan een aardbeienijsje zou likken, zeg maar. Ik heb hem even geswatcht, maar je ziet hem verder niet. Hij deed niks voor mijn lippen. Mijn lippen die werden er niet verzorgd van. En bij lippenbalsem verwacht ik toch wel echt gewoon verzorgde lippen. Ik ben iemand die best wel last heeft van droge lippen. Vooral in deze tijd van het jaar. En ik smeer ook echt heel erg veel met lippenbalsem. Momenteel is Vaseline mijn grote vriend als het om de verzorging van mijn lippen gaat. Omdat dat gewoon lekker vet blijft. Deze deed gewoon letterlijk niks voor mijn lippen. En dat vond ik echt wel heel erg jammer. Want ik had echt gehoopt dat het een lekkere lippenbalsem zou zijn met een heerlijke geur die mijn lippen ook nog eens verzorgde. Maar dat deed hij dus niet, want mijn lippen die werden er hartstikke droog. Die werden er echt niet verzorgd van, die bleven nog steeds hartstikke droog. Ik voelde wel dat ik hem op had en ik rook vooral de aardbeiengeur, maar er kwam eigenlijk qua verzorging niks vanaf. Dat vond ik wel heel jammer, want ik vond het een hartstikke leuk lippenbalsempje, maar het is echt geen topper. De laatste producten die ik dan heb, dat zijn de Golden Glow Shimmering Body Oils. En deze zijn bij de Action te koop. Ze zijn er ook nog steeds. Ze zitten in een doosje. Ik heb ze er even uitgehaald. Ze komen dus in een doosje. En je hebt twee kleuren. Ik heb hier allereerste kleur Dandy Gold. Dat is deze. Ze zitten in een heel mooi glazen flesje. De tweede kleur die ik heb, dat is Rose Gold. En dat is deze. Het leuke hiervan zou dus zijn, ja, dat wordt er gezegd, je hebt een heel handig pompje waar het product dus uitkomt, zoals je kunt zien, heel mooi goud ook. Je brengt wat van de olie aan en die kun je dus over je lichaam gaan verdelen. Dus misschien wil je wat glow op je armen of in je, hè, hier zo bij je nek, daaronder, hartstikke leuk. En als je dan hier naar het resultaat kijkt, kijk, hier op de verpakking heeft iemand het gebruikt. Die heeft het op haar schouder aangebracht. En op haar benen. En nou, wat dit is, dat weet ik niet eens. Maar je ziet ook heel duidelijk dat ze iemand hebben gekozen met een donkere huid. Ik ga het je laten zien. Ik ga ze even swatchen. Ik ga een heel klein beetje aanbrengen. Dit is de gouden kleur. Die zie je nog wel redelijk op mijn hand dan. Op mijn hand zie je het nog wel een beetje. Nou, dan gaan we die roze kleur er even naast aanbrengen. Op mijn hand zie je het nog wel. Maar op mijn huid zie je dit dus niet. Want ik heb dit dus aangebracht een beetje in mijn hals. Ik moet ook zeggen, ik vond het heel lelijk uitsmeren. Want ik vond het er helemaal niet mooi uitzien toen ik het uitsmeerde. Het zag er echt niet mooi uit.
En je zag er ook helemaal niks van terug. En ik dacht echt, nou, dit wordt hartstikke leuk. En vooral hè, in de zomer, als je dan gewoon wat zomerse kleding aan hebt en je brengt daar een beetje van aan, is het hartstikke leuk. Maar ik ben gewoon te licht. Voor mensen met een lichte huid werkt dit dus blijkbaar niet. Ze hebben ook niet voor niks, denk ik, gekozen voor iemand met een wat donkerdere huidskleur. Ik denk inderdaad, als je echt een donkerdere huidskleur hebt, dat het echt hartstikke leuk eruit ziet. Maar ik ben hartstikke wit. En bij mij zag je het niet. De zwart ziet er mooi uit, maar op mijn lichaam zag ik er niks van terug. Dus voor mij is het in ieder geval niet geschikt, want ik ben gewoon te licht helaas. Dan waren dit mijn veel producten van september en oktober. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij al eens een van deze producten hebt geprobeerd en of dat jouw mening misschien anders is. Misschien was je van plan om een van deze producten te proberen en denk je naar aanleiding van deze video. Ga ik helemaal niet meer doen. Eventjes een opmerking. Deze is inmiddels niet meer te koop in de winkel. Online is die nog wel te koop. En deze staat ook nog wel online, maar is niet meer in de winkel te koop. Dus ja, mocht je er toch nog interesse in hebben, online kun je ze nog wel kopen, alleen niet meer in de winkels. Mijn mandje is leeg. Ik heb helaas ook alweer nieuwe producten om erin te stoppen. Dus we gaan gewoon weer door naar de komende producten die er waarschijnlijk wel weer in gaan belanden. Ik hoop in ieder geval toch dat je het leuk vond om te zien welke producten ik niet fijn vond. En dat je het gewoon leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!